Veel organisaties willen met content marketing aan de slag. En logisch, want het is gewoon eigenlijk de enige manier om een goede relatie met nieuwe en bestaande klanten aan te gaan en te onderhouden. Maar hoe krijg je het nou voor elkaar dat je medewerkers ook daadwerkelijk gaan bloggen? Want een medewerker zal natuurlijk als eerste argument geven van ja, ik ben geen geboren tekstschrijver, anders was ik wel bij de Nieuwe Revue gaan werken. Nou, dat is vaak wat ik hoor in trainingen. Maar je kan het wel voor elkaar krijgen dat een medewerker toch wel blogs gaat schrijven. Want marketing weet vaak wel heel veel van wat er op globaal niveau speelt in de markt. Maar de echte pijn van de klant, die vertelt natuurlijk zo'n klant pas tegen zo'n salesman bij wie die aan tafel zit. Dus hoe zorg je nou voor dat je die salesman zover krijgt dat hij een blog gaat schrijven? Nou, belangrijk ding daarbij is dat je wel zorgt voor voldoende opleiding. Voldoende opleiding, training, ondersteuning, dat is eigenlijk waar de basisding wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat iemand, een medewerker, ook daadwerkelijk gaat bloggen. Leer hem dus hoe je een goede tekst schrijft, hoe die gemakkelijk dingen kan herschrijven of hoe die een goede opbouw moet maken van zijn blog of wat een goede blogtitel is. Door hem die handvaten te geven, weet hij ook gewoon van, ik ben geen kind die niet kan zwemmen in een zwembad, maar hij heeft een beetje reddingsbandjes gekregen. Dus hij kan vervolgens gemakkelijker een blog gaan schrijven. Nou, zo'n training duurt een halve dag, misschien een dag als je nog een tweede sessie eraan vastprikt en dan snappen mensen echt de basics van bloggen? Nou, vervolgens, als de kennis op orde is in je organisatie, is het wel belangrijk om een stukje commitment te gaan afspreken met elkaar. Dus zorg ervoor dat iedereen in de organisatie, dus ook directie, ook eigenlijk alle lagen, dat die gewoon zich houden aan de blogafspraken die zijn gemaakt. Dus als je met je organisatie als doel hebt om één keer in de week een blog te gaan plaatsen, of een artikel of iets in die trant, een blog is vaak het makkelijkste, dan moet je ook echt zeggen van, Henry, jij stond voor deze week op de planning, waar is je blog gebleven? En dan zal Henry wellicht zeggen van, er was een offerte en die had ook belang. En natuurlijk, op korte termijn is een offerte, dat levert gelijk als goed is morgen geld op en een blog niet gelijk. Maar toch, zorg ervoor dat er gewoon een soort commitment vanuit iedereen en vanuit het team is om gewoon te zeggen van luister, we hadden afgesproken dat er een blog moet komen, dan moet die er ook vervolgens gewoon zijn. Dus ook de directie, ook marketing en ook sales, je moet gewoon dingen gaan schrijven. Dus zorg ervoor dat dat echt gestructureerd is. En als laatste punt eigenlijk om ervoor te zorgen, of waar je heel erg mee op kan letten om het nog meer te gaan stimuleren. Hè, want vaak begin je na zo'n cursus heel enthousiast en dan heb je het eerste kwartaal heb je blogs geschreven. Ja, dan moet je wel vervolgens doorpakken naar het tweede kwartaal en het derde. Nou, en hoe zorg je daarvoor? Dat is door er een soort gaming effect aan toe te voegen. Dus ga eens nadenken van, zou je de blog met de meeste lezers, zou je dat wekelijks kunnen gaan bijhouden? Zodat je dus in de kantine of op het intranet kan gaan vertellen van, vandaag heeft, of deze week heeft de blog van Dennis over sales en marketing in een veranderende wereld het heel goed gedaan. En de blog van Arthur, die had nog 30 lezers maar of zo. En zo, door er een spelletje van te maken, dus door te laten zien van, de een doet het heel goed en waarom? En misschien dat die ander meer likes heeft gekregen op LinkedIn. Daardoor krijg je een soort klein competitie-elementje in een bedrijf. En met sales en sales targets werkt dat natuurlijk heel goed, want iedereen is dan gedreven om zijn target en eventuele bonus te behalen. Zo'n tactiek zou je bij bloggen ook kunnen toepassen. En de organisaties die ik beleid of begeleid om ervoor te zorgen dat ze gaan groeien met blogs, werkt dit trucje eigenlijk heel goed. Dus zorg eerst voor goede structuur, dan commitment in de organisatie, dus dat iedereen het ook daadwerkelijk gaat doen. En als laatste van voeger een commitment, of tenminste een soort rapportage, gamification, maak er iets funs van, zodat medewerkers het ook blijven doen. Dat is vooral belangrijk. Dus op mijn YouTube-kanaal staan nog heel veel tips over het schrijven van een blog, social media ideeën. Dus wil je meer weten, abonneer je dan op mijn kanaal. En mocht je vragen hebben, je kan me altijd inhuren voor een training.